Vandaag belichten we een andere vorm van zonthermische energie, de Solar Tower. Zonne-energie zonder panelen, ook zonder spiegels, maar gebaseerd op het principe van kassen. Heel futuristisch. Kijk maar naar deze exclusieve beelden. We maken zo'n reis vanuit het heelal en dan komt dat zonlicht uiteindelijk aan in de woestijn van Australië. Ik vind het ook heel leuk dat er twee namen voor zijn. Solar Tower, maar ook Solar Chimney. En dat is een schoorsteen in het Engels. En dat is ook het principe. Dat zijn kassen. Men wil daar gewoon greenhouses bouwen, zoals dat dan mooi heet. Dat is een enorm kassencomplex. Ik heb wat getallen gezien waar je toch wel een beetje verschrikt. Want dat zijn vele vierkante kilometers aan glazen kassen. Die uiteindelijk de warme lucht moeten verzamelen. Oftewel, ja, er zit daar lucht in, dan schijnt de zon op en dan wordt dat warm. En die stroom van lucht moet dan door die schoorsteen heen om uiteindelijk de elektrische energie op te wekken. En dat wordt allemaal geconcentreerd in die ene toren. En daar gaat het uiteindelijk die enorme windstorm veroorzaken van die 800 km per uur. Waar je dan je elektrische energie mee wil opwekken. In het concept is die een kilometer hoog. Dat is enorm. Dat is enorm, ja. Ze hebben het wat opgeleukt door te zeggen van je kunt bovenop nog ver kijken. Maar een toren van een kilometer hoog, dat zie ik op dit moment niet zo zitten. En ik vraag me ook echt af van of die constructie niet veel te overgedimensioneerd is voor wat je uiteindelijk wil bereiken. Uiteindelijk is de hele installatie met die vele kilometers, vierkante kilometers aan glastuinbouw plus die schoorsteen van een kilometer hoog, is hetzelfde als een gewone gemiddelde, zelfs een klein gemiddelde elektriciteitscentrale. Want het levert 200 megawatt op en dat is een normale gasgestookte centrale in Nederland, kan dat ook. Ik zou zelf niet meteen kiezen voor een toren van een kilometer hoog. Ik zou dan kiezen voor torens die lager zijn. Meerdere torens gecombineerd met die ene glasoppervlak. Of wat dan ook. Ziet u het ooit gebeuren? Ik zie het niet gebeuren. Nee, er is een proefproject geweest in Spanje. Wat hele goede resultaten opleverde. En wat heel kleinschalig was. 50 kilowatt is misschien voor een leek een onduidelijk nummer. Maar in ieder geval een klein getal, want je kunt daar maar weinig huishoudens van elektriciteit van voorzien. En ik heb het idee dat ze dat project uit Spanje hebben opgeblazen. Gewoon, laat ik zo zeggen, gewoon lineair. Hè. Dus ze hebben alles wat klein was, hebben ze groot gemaakt. En dat is dit project in Australië. Ik vind het idee heel sympathiek. Want als wij echt zonne-energie willen gaan gebruiken, zeker in de industrie, dus voor het opwekken van grote hoeveelheden elektriciteit. Of bijvoorbeeld voor het maken van grote hoeveelheden stoom onder hoge druk. Daar zullen we andere principes voor moeten ontwikkelen. En dan is juist het ontwikkelen van zonnewarmteprincipes vind ik heel sympathiek. Maar ik vind dit project meteen eigenlijk door zijn hoeven gezakt. In de zin dat het veel te grootschalig is met die ene schoorsteen en die enorme glastuinbouw enzovoort.